dames en heren. Het is inmiddels 2:02. Ook omdat we in principe maar een uur hebben voor dit webinar, denk ik toch dat het goed is om te starten. Het aantal deelnemers ziet u misschien ook, hè? Dat is zo rond de 60. Daar zullen er de komende minuten misschien nog wel een paar bij komen en die zijn dan van harte welkom. Maar ik wil u in ieder geval van harte welkom heten bij ons webinar van de BRL K903 naar de BRL SIKB 7800. En we gaan dat doen in het komende uur. Eerst toch nog even wat huishoudelijke mededelingen. U ziet boven in de menubalk het begrip mute staan. Dat wil zeggen een icoontje. En u ziet daar ook, niet helemaal op dezelfde plek misschien, maar een tekstballonnetje. En dat is de chat. Ik kom daar zo nog even op terug. Maar die heeft u misschien wel nodig. Misschien heeft u allemaal Teams al heel veel vaker en langer gebruikt, maar ik merk toch dat het zo nu en dan nuttig is om het even te melden. Dit webinar wordt opgenomen, dames en heren. En we gaan dat via internet na afloop beschikbaar stellen aan een ieder. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, de opname is inmiddels gestart, maar dan kunt u dat mailen naar jordi.verkade@sikb.nl. Mijn collega, en die zal met uw bezwaar daar even contact met u opnemen en kijken wat er anders aan kan. Het is in ieder geval een opname nu die gebruikt zal worden voor het beschikbaar maken via internet. Goed, een paar huisregels toch om even mee te beginnen. Ik liet u net zien, ik gaf u aan, er is een microfoontje rechtsboven. Wat mij betreft staat dat bij u doorgestreept. Dus graag uw microfoon uitzetten, dat voorkomt rondzingen. Als er vragen zijn, als er opmerkingen van uw kant zijn, dan kunt u gebruik maken van de chat. Dat is dus dat tekstballonnetje wat ook boven in de menubalk staat. En aan het einde van dit webinar zullen we die vragen gaan behandelen en dan kunt u eventueel uw zegje nog doen. Ik zal u dan vragen om een vraag of opmerking toe te lichten als die misschien wat onduidelijk is of als ik het niet snap. Nou, die kans is altijd aanwezig, vanzelfsprekend. Alleen dan kunt u uw microfoon weer even aanzetten en dan graag ook weer uit als uw reactie geweest is. Dat doen we allemaal dus aan het einde van de presentaties. Die gaan we dan nu even in beeld brengen. Nu in beeld brengen. Dit is het programma van vanmiddag, van het komende uur. U gaat eerst een heel korte inleiding van mezelf krijgen. Over, laten we maar even zeggen, de techniek van het schema en wie wij nou eigenlijk zijn. Daarna een tweetal presentaties. De eerste van Jordi over de impact van de omgevingswet op ons werkveld, op het werkveld van de tankinstallaties en inspecties. Daarna de kracht van certificatie, ook weer door Jordi. Vervolgens zal Michael Prins ons nemen door de belangrijkste wijzigingen van de beide BRL's. En we sluiten af met Annemieke van der Velde, die een toelichting geeft over een soepele overgang van de ene norm naar de andere, hè? Dus naar die nieuwe norm. Wie zijn wij dan? Wij zijn een driemanschap, een drietal, dat het beheer en de belangrijkste spelers, zou ik zeggen, vormen in dit stelsel. De eerste is de Vereniging van Tankinstallateurs, de VTI. Michael Prins maakt daar deelgenoot van uit. Kiwa is de certificerende instantie van dit schema. En wij zijn de schemabeheerder. Wij, SIKB, partij die de kwaliteitsborging van dit schema in de gaten houdt. Dat is wat wij zijn, wie wij zijn. En gedrieën hebben we bedacht dat in dit webinar we u een beetje nemen door allerlei ontwikkelingen op het vlak van de BRL SIKB 7800 en zijn voorganger
En we proberen daar ook voor de komende tijd wat grip op te krijgen. Hè, dat u daar in ieder geval het gevoel voor heeft. Ik zei al een klein beetje de techniek van het schema. Dat zit zo. SIKB, richt ik me dan even op, heeft vier pijlers. Bodembeheer, archeologie, datastandaarden en hier... met name relevant, de pijler bodembescherming. En wat u daar ziet is aan de linkerkant die beoordelingsrichtlijn 7800. En je zou kunnen zeggen de eigenaar daarvan is het Centraal College van Deskundige Tankinstallaties. En dan ziet u aan de rechterkant het accreditatieschema 6800. En dat gaat over de controle en keuring van tankopslaginstallaties. De eigenaar van dat schema is het Accreditatiecollege Bodembescherming. Ondersteund worden de partijen door eigenlijk twee gremia die ook onderdeel uitmaken van die SIKB-organisatie, namelijk de Rijtcommissie. De Rijtcommissie is dus eigenlijk... het voorportaal zou je kunnen zeggen voor de besluitvorming in de CCVD's. En het overleg van de inspectieinstellingen. Waar de inspectieinstellingen kijken naar, laten we maar zeggen, de harmonisatie van hun inspectie. Hè, en afspraken onderling kunnen maken over, en hoe doen we dat dan? Hè, en hoe interpreteren we de richtlijn? Dat is op hoofdlijn hoe het bodembeschermingsschema er wat ons betreft uitziet. Hè, en hoe dat zo in zijn werk gaat en hoe wij dat beheren. Als u daar meer over wilt weten, dat kan natuurlijk. Dan is die informatie altijd te vinden op drie websites die u hier in beeld ziet staan. Van onszelf www.sikb.nl en dan de bodembeschermingspagina. Maar ook op www.bodembescherming.nl en www.rijt.nl. Dat zijn de drie pagina's waar de meeste informatie over dit onderwerp te vinden is. Goed, dat was even de aftrap die ik in het hoofd had. Ik geef nu graag het woord over aan Jordi Verkade. Die zich zal richten op de wijzigingen in de Omgevingswet. En wat dat voor dit onderwerp en dit schema betekent. Jordi, aan jou het woord. Ja, dankjewel Henk. Even kort introductie. Ik ben Jordi Verkade. Ik ben programmasecretaris bodembescherming en tankinstallaties. En dat wil zeggen dat de hele pijler bodembescherming die Henk hiervoor liet zien, eigenlijk onder mijn verantwoordelijkheid valt. En ik ben dus ook verantwoordelijk voor het... up-to-date houden van diverse schema's en ook de hoe zeg je dat, de impact van de schema's op elkaar. Dus de afstemming tussen bijvoorbeeld 8600 en 7800, dat is heel belangrijk voor mij, om dat in goede banen te leiden. Ik wil je eerst meenemen in de impact van de Omgevingswet op het werkveld. Iedereen heeft waarschijnlijk wel gehoord dat de Omgevingswet eraan gaat komen. Dat was eigenlijk al gepland voor een paar jaar geleden, maar hij staat nu gepland voor 1 januari 2022 als inwerkingtreding. Wat is het doel van de Omgevingswet die de overheid voor ogen heeft? Dat is eigenlijk heel makkelijk. Ze willen een eenvoudiger wetgevingsstelsel hebben. Daartoe gaan ze heel veel wetten bij elkaar voegen. Bij elkaar 26 wetten, 60 ANVB's en 75 regelingen. En dat moet dan één omgevingswet worden, waaronder vier ANVB's vallen en één omgevingsregeling. Als je dan kijkt naar wat de impact voor ons, voor de tankinstallaties is, dan zie je dat er eigenlijk steeds meer verschuiving van verantwoordelijkheden plaats gaat vinden. Er komen minder regels. De verantwoordelijkheid wordt veel meer ondernemers neergelegd. De zorgplicht is veel belangrijker geworden. Waar het in de huidige activiteitenregeling slechts een kapstokregel is, is het in de Omgevingswet veel belangrijker. En dat heeft dus te maken met de verschuiving van de verantwoordelijkheid.
En er is zelfs nog een algemeen verbod toegevoegd. Je mag geen activiteit verrichten als daarvoor nadelige gevolgen zijn. En die nadelige gevolgen, die moet je dus zien te voorkomen. En dat voorkomen kan weer door goede installaties te bouwen bijvoorbeeld. Of te zorgen dat je voldoet aan de bodem beschermende voorzieningen en maatregelen. Wat ik al zei, er zijn 4 ANVB's onder de omgevingswet. En eigenlijk is er maar eentje echt direct van toepassing op ons werkveld. En dat is het besluit activiteiten en leefomgeving, het BAL. En in dat BAL staan eigenlijk alle regels voor alle activiteiten in Nederland samengevat. Dus op het moment dat jij een tankstation opricht of een chemische installatie opricht of... noem het zo gek maar, in het BAL staan straks de regels. Naast het BAL zijn er ook nog bedrijven die vergunningplichtig zijn. Maar dan nog gelden ook de algemene regels uit het BAL altijd. Als we dan specifiek naar tankinstallaties kijken, dan staan die altijd in de algemene regels. En eigenlijk nooit apart in een vergunning nog voorgeschreven straks. En voor ons werkveld dat betekent dat er 4 paragrafen straks uit het BAL van toepassing zijn. Dat is 493, 494, 4.96 en 4.97. 4.95 heeft te maken met, dat zijn niet echt tanks, maar flexibele opslagschillen. Dus dat is een aparte regeling die ertussen gevoegd is. Valt buiten de 7800, dus ga ik hier ook niet behandelen. Zoom ik even verder in op de afzonderlijke paragrafen, want daarin zien we eigenlijk wat dan de directe zijn en directe wijzigingen op ons werkveld. Eigenlijk hebben ze 2 categorieën beschouwd. Dat zijn de opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel. En de opslag opslag van diesel, oxiderende bijtende, et cetera. En per paragraaf per type tank hebben ze ook nog onderscheid gemaakt in ondergronds en bovengronds. Als we dan even inzoomen op het opslaan van brandbare vloeistoffen, dus dan kom je al heel snel richting benzine uit. Dat is het meest makkelijke voorbeeld. Dat zijn onder ADR klasse 3. Dan verandert daar eigenlijk niet superveel ten opzichte van de huidige activiteitenregeling. Wat je ziet is de verplichting blijft voor het installeren, onderhouden en repareren. En de erkenningsverplichting geldt ook voor de opslagtanks die in de bodem liggen. Wat is niet meer verplicht? Het installatiecertificaat. Dat staat niet meer rechtstreeks in de wetgeving, maar eigenlijk is het dan indirecte verplichting. Want het installatiecertificaat volgt uit de BRL 7800. Dus op het moment dat je de BRL SGB 7800 volgt, dan moet je automatisch een installatiecertificaat afgeven en daarmee is het een verplichting. Wat is ook niet meer verplicht? Dat is de controle op water door een SGB 6800 bedrijf. Kwam dit ook al niet heel vaak voor, dus heeft het ook weinig impact op het werkveld gelukkig. Het laatste, wat ook niet rechtstreeks in het BAL staat, is de herkeuring van deze tanks. Maar dit is geregeld in de PGS 30 en 31. En daarmee is het ook weer een verplichting, want de PGS 30 en 31 staan gewoon opgenomen in het BAL als verplicht document. Dus eigenlijk valt de impact op dit onderdeel wel mee. Als we dan verder gaan naar de volgende paragraaf, dat betreft de opslag van diesel, oxiderende, bijtende, aquatoxische vloeistof of olie, vet en pekel in bovengrondse opslagtanks. En dan kan je denken aan dus diesel, waterstofperoxide, zoutzuur, milieugevaarlijke stoffen en olie en vetten. Het is een best een brede groep. En daar verandert wel degelijk iets. De verplichting blijft voor tanks waar ondergronds leidingwerk wordt aangesloten om die te installeren, repareren en onderhouden conform PRL SGB 7800. En de erkenningsverplichting blijft ook. Maar wat verandert daar? Ten eerste het installatiecertificaat.
Maar ook hier geldt weer dat het volgt uit de BR-8700, dus dat blijkt al redelijk, of eigenlijk indirect verplicht. De belangrijkste wijziging die ik hier zie, is dat het installeren, onderhouden, repareren van bovengronds tanks waarop geen ondergronds leidingwerk is aangesloten, niet meer verplicht onder certificaat hoeft. Dus dat mag ook een niet gecertificeerd bedrijf straks uitvoeren. Nou, dat is wel degelijk dus een grote verandering ten opzichte van het huidige activiteitenbesluit. Ik zal er straks nog even verder op doorgaan. Ook de controle op water is hier uitgehaald. Als we dan kijken naar de ondergrondse tanks, hebben we ook weer twee paragrafen. Eentje voor de klasse 3 bedrijven, of klasse 3 stoffen, bijvoorbeeld benzine. Ja, daar geldt als verplichting nog steeds de 7800 en ook de erkenningsverplichting. En als het niet meer verplicht is hier het installatiecertificaat, wat ook weer uit de 7800 wel weer verplicht is. En de herkeuring, en ook deze herkeuring staat wel weer in PGS 30 en 31. Dus dat is nog steeds indirect verplicht. Dus eigenlijk verandert hier ook niet heel veel in. Als we kijken naar het opslag van diesel en de stoffen die we net ook al noemden in ondergrondse opslagtanks, daar blijft eigenlijk hetzelfde gelden. De 7800 is daar nog steeds verplicht en de erkenningsplicht blijft ook bestaan. En wat niet meer verplicht is, het installatiecertificaat, wat dus ook weer indirect verplicht is. Voor deze klasse stoffen geldt zowel in bovengrondstanks als ondergrondstanks dat de keuringstermijnen hetzelfde zijn gebleven en die staan wel in het activiteitenbesluit. Dus daar wordt niet verwezen naar een PGS-norm. Dus als we dan even samenvattend kijken, wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor de tankinstallaties? Nou, dat is dus de verplichting die vervalt voor bovengrondstanks waarop geen ondergrondsleidingwerk is aangesloten. Maar wat wel belangrijk is om te noemen, is dat de zorgplicht een stuk belangrijker is geworden. En zorgplicht geeft dus aan dat je moet zorgen dat je geen activiteit mag verrichten die potentieel bodemverontreiniging of die bodemverontreiniging kan veroorzaken. En daarin is een certificatie van een tank dus wel een duidelijk middel om aan te tonen dat jouw activiteit doet aan de zorgplicht. Een tweede punt wat hier verandert, wat ik belangrijk vind te noemen, is de keuringstermijn voor ondergrondse tanks of voor brandbare vloeistof, anders dan diesel en aquatische stof, et cetera. Dus eigenlijk de brandbare stoffen, de benzines en dergelijke. Die zijn geregeld in de PGS 30 en 31. En dat zijn commissies die dus best wel veel macht krijgen hiermee. Die kunnen zelf de keuringstermijnen eventueel gaan aanpassen. En ik weet dat daar een vertegenwoordiging is op dit moment al vanuit de volgende VTI. Maar het geeft nog maar eens aan hoe belangrijk het is om daar vertegenwoordiging te hebben. Want de rol van de PGS-commissies die wordt hier steeds belangrijker in. Dus wel iets om mee te nemen, ook richting de toekomst. Oké. Volgens mij was dit ook jouw laatste sheet van het eerste stuk, hè Jordi? Dat klopt, ja. Ja. Ik zie dat er nog niet heel veel vragen zijn, dus wat mij betreft gewoon doorgaan natuurlijk. Want aan het einde zullen we even wat vragen opzamelen en beantwoorden. Maar ik wil toch wel even nog de aandacht geven aan die chatfunctie. Hè? Dat zo je een vraag hebt, vul het en behandelen we hem aan het einde. Jij gaat volgens mij naadloos verder, hè? Ik ga nog even verder, ja. Als het mag voor jou. Zeker. Oké, dankjewel. Ik heb dus gezien in de aanpassing van de wetgeving dat de certificatieplicht voor een deel van de bovengrondse tanks gaat vervallen. Ik vind dat erg kwalijk. VTI, Kiwa en SGB vinden dat al erg kwalijk. Dus die hebben ook actie ondernomen richting Boeggezag, richting Rijkswaterstaat. En we proberen nog steeds achter het scherm om dat ongedaan te krijgen en alsnog als verplichting terug te krijgen. Of dat gaat lukken, dat laat ik even midden, dat weet ik niet. Dat is niet aan ons, maar wij doen in ieder geval ons best. En ik heb gemeend om toch even iets te,
op papier te zetten om de kracht van certificatie aan te tonen. Van waarom doen we het eigenlijk allemaal? Nou, als je kijkt, wat is de definitie van kracht van certificatie? Of de kracht van certificatie? Het is een professionele oordeelsvorming op basis van vaste methodes, onafhankelijk deskundigen, op basis van een vast normenkader, wat in overeenstemming is gemaakt door heel veel verschillende mensen uit de branche. Als je kijkt naar hoe is de 7800 tot stand gekomen, daar zit een rijdcommissie achter als permanente begeleidingscommissie. Daar zitten mensen uit de overheidskant in, dus de mensen van de bedrijfsleverkant in, van de opdrachtgeverskant. Er zit heel veel kennis vanuit de installatiebranche in. Uiteindelijk komen we tot een document wat door een ieder op eenzelfde manier gebruikt kan worden, waardoor je een hele goede technisch up-to-date installatie hebt als je dat document volgt. Nou, waar is certificatie uit opgebouwd? Uit welke pijlers staan er ten grondslag? Vertrouwen. Op het moment dat je certificatie volgt, dan weet je dat een ieder op eenzelfde manier het doet. Betrokkenheid. De mensen die zich laten certificeren, die zijn betrokken bij het onderwerp, die geven er waarde aan. Die zijn ook betrokken bij de ontwikkeling. Die voelen zich betrokken bij technische innovatie. Certificatie heeft ook voordeel voor efficiëntie. Omdat je alles op eenzelfde manier doet, kan het veel efficiënter. De betrouwbaarheid wordt daarmee hoger. Op het moment dat jij alles op dezelfde manier doet, is er ook een achtervang in. Zodat je ook kunt zien dat dingen die niet werken, die niet goed gaan, dat het hersteld wordt, aangepast wordt en verbeterd wordt in je schema. Zekerheid. Op het moment dat jij een gecertificeerd hebt, weet je zeker dat je een installatie hebt die conform de nieuwste techniek gemaakt is. Die voldoet aan de BBT, de best beschikbare techniek. En die voldoet aan de wetgeving. Nou, het resultaat moet duidelijk zijn. Je hebt meer tevreden klanten. En dat alles bij elkaar kan je gewoon gebruiken als goed marketingpunt. Dus als je deze 7 pijlers bij elkaar hebt, heb je volgens mij al voldoende redenen om voor certificatie te gaan. Uiteindelijk leidt dat dus voor de grote voordelen voor zowel de certificaathouders als de klanten. Met een certificaat kunnen ze opdrachtgevers en gemeenten garanderen dat het ontwerp, installatie, beheer, alles voldoet aan wettelijke eisen. En daarnaast, wat heel belangrijk is, is in het bal straks, dat je met een certificaat gewoon duidelijk kunt aantonen dat jij invulling hebt gegeven aan de zorgplicht. En daarmee gewoon aan het zorgplichtbeginsel eigenlijk al voldoet. Dus dat voorkomt weer discussie straks of de installatie wel of niet BBT is of de bodem voldoende beschermt. Ik wil even afsluiten met een mooie quote van Fons Jans van Hamer. Die is duidelijk ook niet eens met het schrappen van enige certificatieplicht omtrent tanks. Hij zegt letterlijk: het grote voordeel van het wel certificeren ligt bij het waarborgen en aantoonbaar krijgen dat de tank door een expert is geïnstalleerd. Daarbij heeft het boeggezag dankzij het certificaatregister een volledig overzicht van alle locaties waar stoffen zijn opgeslagen die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en milieu. En ook gelet op ARBO-bepaling is het loslaten van certificaatsplicht niet verstandig. Al met al genoeg reden om te blijven proberen om de certificatieplicht in gang te houden. En mocht dat niet lukken, dan hebben we alsnog genoeg redenen om onze klanten te overtuigen dat het echt meerwaarde heeft. Oké. Okay. Jordi, dankjewel. Mag hierop ingehaakt worden, Henk? Hier spreekt Erik van der Heijden, of is dat niet de bedoeling? Dat is inderdaad niet de bedoeling, Erik. Dankjewel. Maar je kunt wel inhaken en dan graag in de chat, als je dat wil doen. Aan het einde van de bijeenkomst zullen we chatvragen en chatopmerkingen nog even de revue laten passeren. Oké? Okay? Goed, dank je Jordi. Wij gaan over naar Michael Prins, die ons door de belangrijkste wijzigingen van de beide beoordelingsschema's zal gaan leiden. Michael, wil jij jezelf nog even introduceren en starten met je presentatie? Zeker.
Dankjewel Henk. Mijn naam is Michael Prins. Ik ben bestuurslid van de VTI. En van daaruit ook lid van de Rijdcommissie. En in die hoedanigheid ben ik dus nauw betrokken geweest bij het herschrijven van de BRL 903 naar de BRL SIKB 7800. Ik wil eigenlijk nu even door de belangrijkste technische wijzigingen gaan ten opzichte van de BRL 903. Iedereen die een keer door de 7800 gebladerd heeft, die zal gezien hebben dat het textueel en redactioneel behoorlijk op zijn kop gegaan is. Het is een toch wel volledig ander boekwerk geworden, gestructureerder als de BRL 903. We hebben geprobeerd om zaken zoveel mogelijk te bundelen onder hoofdstukken. En niet meer zo min mogelijk dubbelingen en verspreidingen door het hele document. Technisch gezien vallen de wijzigingen op zich wel mee, vind ik zelf. Dat is allemaal te overzien. Dus ik heb getracht om in ieder geval even kort samen te vatten wat de belangrijkste technische wijzigingen zijn. Dan komen we eigenlijk meteen op paragraaf 7.5. Daar zien we dat toegevoegd is dat een hoofdgebied C gecertificeerde tankinstallateur die PGS klasse 0 of 1 chemicaliën, een tankinstallatie gaat installeren voor PGS klasse 0 of 1 chemicaliën, dat die ook sowieso hoofdgebied A gecertificeerd moet zijn. In de praktijk was dat ook al het geval, alleen het stond niet zo zwart-wit in de BRL. En voor bovengronds PGS klasse 0 en 1 chemicaliën is hoofdgebied F natuurlijk voor toepassing. En dan geldt dat die installateur ook hoofdgebied E gecertificeerd moet zijn. In paragraaf 7.7, daar zien we dat het duidelijk omschreven is hoe we met afwijkingen om moeten gaan. De SIKB 7800 is strikt voor standaard installaties. En eigenlijk voor iedere afwijking waar we allemaal wel eens tegenaan lopen. Dan moet je het pre-document voor gebruiken. Wat inmiddels als bijlage in de 7800 opgenomen is. Voorheen was dat een los document. Een verouderd document ook. Is volledig herschreven en als bijlage toegevoegd. En het is eigenlijk de bedoeling dat je voor iedere afwijking gewoon een ontwerpbeoordeling duidelijk schrijft. En hetzelfde proces volgt. En dat betekent dat je als installateur ook sowieso deelgebied 9 en ISO 9001 gecertificeerd moet zijn. Om die ontwerpbeoordelingen op te kunnen en mogen stellen. Dan de melding aan bevoegd gezag. We zijn allemaal gewend om voor aanvang van installatiewerkzaamheden via de portal de aanmelding bij Kiwa te doen. En in principe waren we als installateur ook verplicht, of zijn we dat nog steeds, om het bevoegd gezag op tijd in te signen. Die verplichting die vervalt. De verplichting om werkzaamheden aan te melden aan de eigenaar, dat hij ook verantwoordelijk is voor de aanvraag van zijn vergunning of wijziging van zijn vergunning. Dan schieten we door naar pagina 46. Daar is wat duidelijker omschreven nu wat de eisen zijn aan een opvangbak voor enkelwandige tanks bovengronds in een opvangbak. Als het over één bovengrondse tank gaat die onder hoofdgebied D of E valt, dan moet die inhoud van die opvangbak gewoon 100% van de tankinhoud bedragen. En op het moment dat er meerdere tanks in één bak geplaatst worden, dan moet de inhoud bedragen de inhoud van de grootste tank plus 10% van de totale inhoud. Nou, voorheen zagen we dat er in de 903, in de PGS 30, in de PGS 31, daar werd er wat anders mee omgegaan allemaal. Dus daar hebben we geprobeerd om dat op deze manier in lijn te brengen. Als je over chemicaliën praat, bovengronds enkelwandige tanks in een lekbak vallend onder hoofdgebied F, dan wordt nog verwezen naar de PGS 31. En dan heb je kans dat je nog qua inhoud het volume van een schuimlaag of het bluswater wat in de opvangvoorziening kan worden gebracht, erbij op moet tellen. Maar dat is terug te zien in de PGS 31. Dan gaan we naar de paragraaf over de controle op dichtheid van tankinstallaties. Nou, daar zagen we in de 903 ook dat eigenlijk door het hele document op verschillende manieren terugkwam. Waarbij het onderscheid was tussen het op dichtheid beproeven van een bovengrondse kunststoftank
of een boven onze stalen tank. Nou, daar hebben we ook geprobeerd om dat met elkaar in lijn te brengen. En we hebben gezegd dat de laatste dichtheidsbeproeving, waarbij het leidingwerk aangesloten is op de tanks, waarbij je dus de aansluiting op de tank af moet zwepen, voor zowel kunststoftanks als stalen tanks, op 0,5 kPa gesteld is. Met die verstande dat een kunststoftank in principe net zo dicht moet zijn als een stalen tank. Alleen in de praktijk zal het zo zijn. Het leidingwerk moet je sowieso op 30 kPa af blijven persen. Dus de instructeur die zal denk praktisch gezien een stalen tank nog steeds gewoon één keer af blijven persen. Compleet met leidingwerk op 3/10. Dus daar wijzigt niks in. Alleen ja, je hebt de mogelijkheid op het moment dat je met leidingwerk zit wat je op 8 afperst om die laatste dichtheidscontrole op 0,5 kPa te doen, zowel bij kunststof als stalen tanks. Dan hebben we nog een paragraaf waar wat meer ingegaan wordt op deflagratie en detonatiebeveiligingen. Dat was voorheen ook niet echt duidelijk omschreven. Er is wat meer verduidelijking ingegeven. Waarbij het woord vlamkerend rooster eigenlijk ook niet meer voorkomt. Als we een bovengrondse dieseltank hebben bijvoorbeeld, dan ja, is het eigenlijk geen vlamkerend rooster. Het is een vlamdover en in principe gewoon een vogelgaasje. Kom je in PGS klasse 0 of 1 of 2 vloeistoffen in bovengrondse installaties, dan kom je al veel sneller terecht bij echte deflagratie of detonatiebeveiligingen. Dat is dus in paragraaf 7.22 wat duidelijker omschreven op dit moment. Dan hebben we ook nog wat duidelijker omschreven hoe we om moeten gaan met tanks waarbij de ontluchtingen voor een temperatuursysteem gekoppeld zijn. Heel simpel, een dieseltank die gekoppeld is met een benzinetank. Dat is het meest praktische voorbeeld weer. Dan zul je een dieseltank op dezelfde manier moeten behandelen als een benzinetank. Bijvoorbeeld bij het reinigen, conform BRL 905. Dus ja, daar moet je dan wel rekening mee houden. Dat is wat duidelijker omschreven nu. Dan komen we bij de paragraaf milieubeschermingsgebieden, oftewel grondwaterbeschermingsgebieden. Daar hebben we inmiddels gesteld dat je ook in grondwaterbeschermingsgebieden, zowel bij ondergrondse als bovengrondse tanks, ondergrondse drukleidingen. Voorheen spraken we over persleidingen, nu hebben we het over drukleidingen. En onder een drukleiding valt zowel een persleiding als een niet-drukloze leiding. Die zijn dus ook in grondwaterbeschermingsgebieden inmiddels toegestaan. Mits ze aangelegd zijn conform deelgebied 7, dus dubbelwandig. En met een lekdetectiesysteem conform deelgebied 4. Daarnaast hebben we geschrapt het puntje wat in de BRL stond voor ondergrondse tanks in grondwaterbeschermingsgebieden. Dat die standaard voorzien moesten zijn van 2 pijlleidingen. Nou, dat is ook achterhaald en niet meer van deze tijd. Dus ja, daar vonden we geen toegevoegde waarde meer. Dat is geschrapt. Dan komen we bij ondergrondse tankinstallaties die onder hoofdgebied C vallen. Dan is nog wat duidelijker aangehaald dat een hoofdgebied C gecertificeerde installateur ook sowieso voor hoofdgebied A en B. Ik denk dat er geen installateurs zijn die alleen maar A of B gecertificeerd zijn. En die installateur moet ook ISO 9001 gecertificeerd zijn. En voor bovengrondse chemicaliënstallaties moet de hoofdgebied F gecertificeerde installateur, even kijken, oh ja, als je deels bovengronds leidingwerk hebt, moet de hoofdgebied C installateur sowieso ook F gecertificeerd zijn. Dan de overvulbeveiligingen, daar zat ook een verschil in. De ene keer werd over 95%, de andere keer 97%. Dat is in lijn gebracht, dus het afslagniveau is 97% geworden, in lijn met PGS 28 en PGS 31. Dan gaan we naar de opslag van chemicaliën die toxisch of milieugevaarlijk zijn. Daar hebben we ook wat meer omschreven dat je dan maatregelen moet treffen in de vorm van een dampverwerkende voorziening. Denk aan een gaswasser of een waterslot. Dan hoofdgebied D, PGS klasse 3 en 4 vloeistoffen die in bovengrondse kunststoftanks opgeslagen worden.
Ja, dat was ook altijd of wel eens een discussie. Kunststof tanks kunnen inwendig niet corroderen. Dus uit dat oogpunt is het ook niet van belang of er nu wel of geen water aangetroffen wordt. Het blijft natuurlijk van belang, de kwaliteit van de brandstof voor het tankend voertuig. Maar uit kwaliteitsoogpunt voor de tank maakt het in principe niet uit of er water in die tank zit. Dus hebben we gezegd, ja, de kunststof tank hoeft in principe niet op afschot gezet te worden. Dan hebben we een paragraaf toegevoegd om twee bovengrondse tanks ook te kunnen koppelen met een hevelleiding. De ondergrondse tank stond dat wel beschreven, bovengronds niet. Dus dat kun je hier duidelijk teruglezen wat daar de voorschriften van zijn geworden. De term smeerolie is gewijzigd in olie, omdat we allemaal buiten smeerolie wel allerlei andere soorten olieën tegenkomen die in bovengrondse tanks opgeslagen moeten worden. Dus dat is daarmee ingekaderd. Hoofdgebied E, bovengrondse PGS klasse 2 vloeistoffen. Daar stond niet aangegeven dat de overvulbeveiliging voorzien moest zijn van de standbuis. In verband met de mogelijkheid tot uitdampen via de vulleiding. Nou, dat hebben we getackled. De overvulbeveiliging in een PGS klasse 2 tankinstallatie, hoofdgebied E, moet ook voorzien zijn van een standbuis inmiddels, volgens de 7800. Dan de PGS 31 CQ hoofdgebied F installaties. De hoofdgebied F gecertificeerde installateur moet ook ISO 9001 gecertificeerd zijn. Ik denk de meesten onder ons dat sowieso al zijn. Dan is er een stukje toegevoegd over de inpandige opstelling van bovengrondse chemicaliën installaties. Die komen in de chemie regelmatig tegen en daar is verwezen naar de PGS 31. Dus in principe de voorschriften die in de PGS 31 genoemd worden zijn van toepassing. We hebben wat meer puntjes toegevoegd over de doseerinstallatie. Ondanks dat we eigenlijk in de 7800 zeggen dat we de doseerinstallatie als een black box zien, hebben we wel een aantal minimale eisen gesteld waar die doseerinstallatie aan moet voldoen. Dat betekent dat er een mogelijkheid moet zijn om de pompen af te kunnen schakelen, zodat ze niet onverwacht kunnen doordraaien bij onderhoud. Dan moeten mogelijkheden aangebracht zijn om zuig- en persaansluitingen te kunnen inblokken door middel van afsluiters. Als we verdringerpompen toepassen, dan moet de overstort of een overdrukbeveiliging terug naar de zuiger of naar de opslagtank aanwezig zijn. Ontluchting van de pomp moet sowieso naar een veilig gebied gebracht zijn. Dan moeten voorzieningen voor het spoelen van de pomp aanwezig zijn. En je moet maatregelen treffen om pomphuizen te bewaken tegen te hoge temperaturen. Dan hebben we in paragraaf 15.9.16 hebben we het hiaat wat er tussen met kunststof tank BRL's bestond, hebben we getackled. Met die verstande dat de ontluchtingsleiding minimaal 1,5 keer de inwendige diameter van de vulleiding moet bedragen. Dat, zo staat het ook in de tank BRL's voor kunststof tanks boven ons. En in principe overstortleidingen, overloopleidingen zijn in nieuwe situaties niet meer toegestaan. Dan de paragraaf bodemweerstandsmeting en ontwerp, kwalificatie daarvan. Daar hebben we gezegd dat de bodemweerstandsmeting bij nieuwbouw, dus bij het plaatsen van nieuwe ondergrondse tanks, moet dat sowieso door een erkende installateur uitgevoerd worden. Niet meer door een geaccrediteerde inspectieinstelling. Het gebeurde voorheen wel eens dat die ingehuurd werd, maar we hebben gezegd dat moet verplicht door een installateur gebeuren. Alleen bij nieuwbouw. Bij herkeuring blijft de mogelijkheid wel bestaan om het bij de inspectieinstelling neer te leggen. Dan zijn we wat duidelijker ingegaan op de opleidingseisen voor de kwaliteitsverantwoordelijke persoon voor bodemweerstandsmeting. En ontwerp van de kathodische bescherming. Hij moet 2 jaar aantoonbare ervaring hebben binnen het toepassingsgebied. En de kwalificatie-eisen voor nieuwe monteurs, om het zo maar even te noemen, die zijn verduidelijkt, zeker aangepast. Dat betekent dat een nieuwe monteur die bodemweerstandsmetingen uit wil gaan voeren en daarvoor gekwalificeerd wil worden, dat
Dan kun je bedrijfseigen kwalificeren. Maar die moet dan verplicht 2 keer een bodemweerstandsmeting en het aanbrengen van de katholische bescherming bijgewoond hebben. Hij moet 1 keer zelfstandig een bodemweerstandsmeting uitgevoerd hebben onder toezicht van een reeds gekwalificeerde monteur. En dan moet een rapport vooropgesteld worden en ja, dat moet met de CI overlegd worden en duidelijk gemaakt worden welke persoon nu ook gekwalificeerd is binnen je eigen onderneming. Dan hebben we nog een stukje over de opleveringsmeting, maar herstelwerkzaamheden aan een ondergrondse tank of leiding of tankinstallatie. Die mag je ook door een geaccrediteerde inspectieinstelling laten doen. Misschien is dat zelfs wat beter gezien de onafhankelijkheid die je mogelijk naar de klant wil hebben. Om aan te tonen dat het, ja, dat de katholische bescherming weer naar behoren functioneert. De installatie van lekdetectiesystemen onder paragraaf 18.2.5. Daar is toegevoegd dat de omkasting van het systeem en de aansluitingen afgesloten en verzegeld moeten kunnen worden. En dat de voeding van het lekdetectiesysteem middels een vaste aansluiting tot stand gebracht moet worden. Dus geen stekker die je er zomaar uit kunt trekken uit het stopcontact. Ontwerpfase van deelgebied 5A, 5B, niveaubewakingssystemen. Oh ja, daar hebben we de SIL-classificatie bij niveaubewakingssystemen. Dan het lassen van thermoplastische leidingen. In de BRLK 903, daar is al in opgenomen dat je ook lasmoffen toe mag passen. Maar daar zitten toch wel wat haken en ogen aan. Dus we hebben gezegd dat op het moment dat je volgens de 7800 nog steeds elektrolasmoffen toe wilt passen bij het lassen van kunststofleidingen, dat je dan sowieso een ontwerpbeoordeling, een RIOP moet schrijven en ja, goed moet toetsen of het wel met die betreffende chemicaliën mogelijk is en met de juiste elektrolasmoffen. We hebben ook nog toegevoegd dat het lassen van kunststofleidingwerk onder een temperatuur van 5 graden in principe niet toegestaan is. Of je moet aanvullende maatregelen, CQ-voorzieningen treffen om te zorgen dat je ja, die temperatuur hoog genoeg is. En de kwalificaties en lasmethodes van de lassers, die moeten opgenomen zijn in het IKB-schema. Dan is eigenlijk een volledig nieuw artikel over de beproeving op sterkte en dichtheid toegevoegd. Het stond in de 903 ook her en der door het hele document heen. En hier blijkt gewoon uit dat we ja, niet drukloze leidingen en persleidingen op 1,43 keer ontwerpdruk bij voorkeur met water op dicht of op sterkte moeten beproeven. En daarna nog een keer op 3/10 op dichtheid. Je moet een beschrijvende meter gebruiken of een geaccepteerd document, vastgesteld document. En de druk moet minimaal een half uur stabiel blijven. Dat is ook allemaal terug te lezen. Bij kunststofleidingssysteem is gesteld dat je die ook op sterkte en dichtheid mag beproeven conform de eisen uit de AVS 2210. Alleen ja, dan moet je dus wel bij leidingen tot een lengte van 100 meter die test moet je 3 uur aanhouden. En boven de 100 meter is zelfs een dichtheids- en sterktebeproeving van 6 uur van toepassing. En dan moet je de volgende testgegevens, die moeten geregistreerd worden. Hè? De inwendige druk op het absolute laagste punt van de leiding, temperatuur van het water en de lucht en het drukverloop moet je registreren. Ondergrondse persleidingen, ja, dan moet het lekdetectiesysteem bij een alarmering moet ook de pomp uitschakelen en dan moet een doormelding naar de meldkamer komen. Ja, meldkamer, dat kan natuurlijk een controlekamer bij het bedrijf zelf zijn. Voorheen stond er dat er een doormelding naar de gecertificeerde tankinstallateur bewerkstelligd moest worden vanuit het lekdetectiesysteem. Ja, praktisch gebeurde dat natuurlijk nooit. De tankinstallateur is in principe ook niet meer verantwoordelijk dat er een onderhouds- of een servicecontract gesloten moet worden voordat je een certificaat af kunt geven, een installatiecertificaat. Dat stond in de 903 nog wel.
Het blijft natuurlijk belangrijk om dat wel af te sluiten, dat onderhouds- en servicecontract. Alleen ja, als de installatie technisch gereed is, kun je toch het installatiecertificaat afgeven, ondanks dat het contract nog niet getekend is. Bij een alarm die door het lektechsysteem gegenereerd wordt, is de eigenaar nog steeds verantwoordelijk uiteraard om er een gecertificeerde installateur bij te halen. Om te achterhalen waar de melding vandaan komt en waar het probleem zit. Dan tenslotte in deze regel het automatisch uitschakelen van de pomp door een meldingen vanuit het lektechsysteem is niet van toepassing bij noodstroomvoorzieningen, noodbreken en sprinklerinstallatie. Het is heel simpel, een beademingsapparatuur op de IC van een ziekenhuis, dat zal hoe dan ook moeten blijven draaien. En dat is erger als dat stilvalt dan dat er een keer wat diesel in de bodem verdwijnt. Chargeer ik natuurlijk, daar zitten we niet op te wachten, maar het kan niet zo zijn dat de pomp uitgeschakeld moet worden en dat daardoor de beademingsapparatuur op een IC van een ziekenhuis stilvalt. Dat is de achterliggende gedachte. Dan komen we nog even een stukje over terptanks. Dat stond in de 903 beschreven als zijnde een tank in een betonnen bak. Nou, we hebben ook de mogelijkheid dat we geen betonnen bak boven ons toepassen waar die terptank in komt te liggen. Maar dan moet de tank wel dubbelwandig uitgevoerd worden. En we moeten natuurlijk gewoon de zandlaag aanhouden van 10 centimeter in verband met de brandweerendheid en een dekking van minimaal 70 centimeter op de romp van de tank. Dan gaan we naar paragraaf 24.7. De rondheidsmeting, ja, daar stond ook een stukje in dat een kunststoftank bij een herkeuring, als er meer dan 3% afwijking in de rondheid gemeten werd, dat die tank vrijgegraven moest worden volledig. Dat is eruit gehaald. In principe hoort dat ook niet in de BRL thuis, maar in de SKB 6800, de herkeur, of 6811, de herkeuring van tanks, ondergrondse tanks weliswaar. Dan bij pontons is er onderscheid aangebracht tussen stalen en betonnen betons, pontons. Daar liggen ook wat wisselende eisen in. Komen we bij 25210. Daar is nog wat toegevoegd over het afzuigsysteem bij betonnen pontons, dat die jaarlijks gecontroleerd moeten worden. In principe door een gecertificeerde installateur. Maar goed, dat hebben we als installateur niet helemaal in de hand hoe de klant daarmee omgaat. Maar ja, het staat er wel. En deelgebied 15 en 16, herclassificatie van bovengrondse tankinstallaties. Er is onderscheid gemaakt in deelgebied 16 inmiddels tussen thermoplastische en thermohardende tanks, GFK-tanks. Want daar zit een behoorlijk verschil in. En voor die verschillende kunststoffen zijn ook uitvoerige verschillende keuringscriteria beschreven. Dus dat hoofdstuk is ook wel behoorlijk gewijzigd. Dan nog een stukje de eisen aan de installateur die herclassificaties uitvoert. Nou, het mogen duidelijk zijn dat de persoon die een herclassificatie uitvoert, moet dezelfde kwalificaties en opleiding hebben als een kwaliteitsverantwoordelijke monteur binnen de organisatie. En daarnaast moet de installateur die herclassificaties van bovengrondse tanks uitvoert, moet ook ISO 9000 en VCA gecertificeerd zijn. Ja, nou goed. Dan komen we bij een van de laatste sheets voor mij. Er komt een opfriscursus vanuit de VTI. Begin volgend jaar hopelijk. Daar moeten we nog mee aan de slag. Daar zijn we mee bezig. Daar gaan we na deze bijeenkomst gaan we daar druk mee aan de slag. Dus ter zijner tijd krijgen jullie daar wel informatie van. Zorg dat jullie allemaal aanmelden. En uiteraard mogen jullie ook allemaal lid worden voor zover jullie dat nog niet zijn. Dan komen we bij het resultaat. Hè. Op het moment dat we als installateur allemaal weer SIKB 7800 gecertificeerd zijn. Daar zitten onze inziens toch wel behoorlijk wat voordelen aan. Hè. De gecertificeerde installateur die zal straks meer kennis en verantwoordelijkheden hebben. Je kunt als installateur inhoud geven aan een stuk deregulering wat in Nederland plaatsvindt.
ja, uiteindelijk is certificeerde installatie, die zal minder kosten. Hè. Je krijgt een duurzamere installatie. Het is een stuk waarborg voor externe veiligheid en bodemkwaliteit. En ja, het is ons visitekaartje als gecertificeerde installateur naar de branche, de BRL 7800. Dat is en blijft ons visitekaartje. En tenslotte, wat Jordi ook al een paar keer aangehaald heeft, is dat de BRL 7800, het installatiecertificaat, uiteindelijk om heel staat te zorgen richt voor de tankinstallatie-eigenaar. Dat was mijn deel. Okay. Dankjewel Michael, voor je uitgebreide toelichting op echt artikelniveau van de wijzigingen. Er zijn wat vragen gekomen, die kun je wat mij betreft, als je leest en je ziet, die is voor mij, dan kun je ze ook in de chat natuurlijk beantwoorden, want we zullen best iets uitlopen, denk ik. Enige tijd hebben we natuurlijk wel, maar ik kan niet in ieders agenda kijken. We zullen in ieder geval proberen om de vragen die we niet beantwoord hebben, om die dan nog even na te zenden of iets dergelijks. Hè. Daar gaan we een oplossing voor verzinnen. Annemieke, mag ik jou het slotwoord geven in de zin dat je het laatste deel van de presentatie doet? En misschien kun je jezelf ook even introduceren. Ja, dat zal ik zeker doen. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Annemieke van der Velde. Ik ben de unit manager van de unit Oil, Gas and Chemical Installations. En wij geven uitvoering aan de 7800, inderdaad als certificerende instantie. Zoals Jordi ook al vertelde. En in die hoedanigheid ook betrokken bij de overgang naar de 7800. Nu, als het goed is, kan ik nu naar de volgende sheet, hè? Ja. Ja, stop de present. Ja. Ja. Nou, misschien even wat achtergrond en context. Ook voor ons is dit formeel gezien een nieuwe BRL. Dat betekent dat ook wij in een overgangsproces zitten met de Raad van Accreditatie. Dus dat wij in het accreditatieproces zitten om geaccrediteerd te worden, ook volgens deze nieuwe norm. Dat betekent ook dat, zoals jullie ook al gemerkt hebben, dat er ook voor jullie wel wat... We moeten een nieuwe overeenkomst opstellen, er zijn wat andere formaliteiten aan verbonden. Praktisch gezien proberen we natuurlijk wel zoveel mogelijk dit beschouwen als een hercertificering en als een soort van overgang van de ene versie naar de andere versie. Maar formeel zien we het echt als een nieuwe norm. Als wij kijken naar de planning en de timing, dan is deze BRL 7800 op 1 juli opgenomen in wetgeving met een overgangstermijn van 12 maanden. En dat betekent dat we de certificeringstrajecten echt afgerond moeten hebben op 1 juli 2021, inclusief de erkenning. En dat is wel even goed om te benoemen, juist ook omdat het een nieuwe norm betreft, zult u zelf de erkenning weer moeten gaan aanvragen bij Bodem Plus voor deze nieuwe norm. Dus dat is een van die formaliteiten. Nou, ik denk dat de meeste van jullie ook al wel in de overgang zitten. Het loopt al eventjes. Als we kijken naar het proces, dan onderscheiden we eigenlijk vier fases. Informeren, inventariseren, implementeren en certificeren. En we zitten nu een beetje zo tussen fase 1 en 2, denk ik, allemaal. En waarbij eigenlijk het informatieproces dit ook onderdeel is van die fase 1 als het ware. Met de meest van u hebben we al contact over de overgang. Lopen wat dat betreft al de afspraken. En heeft u van ons allen al een invulformulier ontvangen? En dit invulformulier, dat is eigenlijk de hulp bij dit overgangsproces. Kunt u per artikel aangeven waar en hoe de nieuwe artikelen of de veranderde artikelen eigenlijk, hoe die geborgd zijn
in de uitvoering van jullie werkzaamheden als certificaathouder. En is wat dat betreft een hulpmiddel bij het aanpassen van het kwaliteitssysteem, maar ook echt wel de basis voor de vernieuwde IKB. En ook een hulpmiddel in de communicatie tussen u als certificaathouder en ons als certificerende instantie. En daarmee ook gelijk de vastlegging en de verantwoording in dit certificatieproces. Als het informeformulier klaar is, dan verzoeken we u om dat op te sturen naar ons. En dat is voor ons eigenlijk de eerste verificatiestap in dit proces. Is het in orde, dan is dat eigenlijk de go voor de implementatie. En dan tijdens het implementeren, weet je, eigenlijk na het implementeren van de wijzigingen in uw werkprocessen, verzoeken we u weer opnieuw contact met ons op te nemen. En zijn er voor ons op een tweetal momenten moeten wij een verificatie uitvoeren. En wij proberen dat zoveel mogelijk te doen tijdens onze normale toezichtscyclus. Dus tijdens reguliere projectbezoeken, tijdens reguliere kantoorbezoeken. En vandaar ook dat invulformulier, omdat dat voor ons allemaal een middel is om eigenlijk bij de hand te hebben tijdens deze verificatiestappen. Dus dat eigenlijk over het implementatieproces en... op het moment dat ook tijdens het kantoorbezoek alles in orde is bevonden, dan verandert eigenlijk de status van dat invulformulier naar een eindrapport certificatie. En kunnen we echt ook overgaan tot certificatie volgens de nieuwe BRL SIKB 7800. En nogmaals, weet je, uiterlijk 1 juli 2021 moeten we dit proces met elkaar afronden. En kunnen we over echt de. En is echt de 7800 ook in praktijk een feit, hè, zouden we kunnen zeggen? Ja. Oké. Dank je wel. Dit was denk ik jouw laatste sheet. Vermoed ik, hè, Annemieke? Ja, ja. Dit okay. Was inderdaad mijn laatste sheet. Ja. En kunnen we denk ik door naar de naar deze. Ja, dat was mijn laatste sheet. Dankjewel. We hebben een aantal presentaties gehad. Met een vrij diepgaande toelichting volgens mij. Er zijn een aantal vragen binnengekomen, zie ik via de chat. En ondertussen komen die nog steeds wel binnen. Ik zie bijvoorbeeld een vraag van Erik Zeewe over afwijkingen waarvoor al eerder een ontwerpbeoordeling is gemaakt. Moeten die meegenomen worden of moeten die opnieuw worden beschreven? En moet je daarvoor dan ISO 9001 gecertificeerd zijn? Ik zie daar ook al een antwoord van Martin Meiboom bijstaan, dat hij daar als CE op terugkomt. Dus misschien moeten we dat maar eventjes zo laten. Ik zie verder een opmerking en die werd denk ik al even voorgekookt door Erik. Ik neem aan dat Erik van der Heijden is die iets over die nieuwe PGS zegt, namelijk... dat daar wel degelijk een verwijzing naar de Arbo-wet in zit. En dat die koppeling met een wettelijk kader voor de afgifte van installatiecertificaten dus wel degelijk op die manier geborgd is. Hè. Is volgens mij met name een mededeling. Ik zie ook dat Gerwin Klok daarop op respondeert. Namelijk dat geldt ook voor de pijlinrichting. Hoewel dat dan weer meer via de beleidsregel is. Verder zie ik een vraag van John, achternaam zie ik even niet, maar wat houdt de zorgplicht concreet in voor een tankinstallatie-eigenaar? Misschien is dat wel aardig, Michael, om jou daar nog even iets over te laten zeggen, want dit kwam in beeld toen jij de pagina over zorgplicht liet zien. Oké, zorgplicht is natuurlijk een ruim begrip. Ja.
Het gaat erom, een eigenaar is natuurlijk vrij om een tankinstallatie te laten bouwen door wie dan ook. Alleen zal hij dan een stukje gelijkwaardigheid aan moeten tonen. Op het moment dat hij in zee gaat met een gecertificeerde installateur, dan is er eigenlijk maar één duidelijk bewijs. En dat is het installatiecertificaat op het moment dat die installatie gereed is. En daarmee voldoet hij aan zijn zorgplicht. Dan kan hij aantonen dat hij een kwalitatief goede installatie heeft laten plaatsen. Ja, oké, dank je. Ik zie dat Jordi, ik had even naar beneden moeten bladeren natuurlijk, maar dat Jordi al ook een aanvulling op het een en ander had, hè Jordi? Ja, dat klopt. De zorgplicht is wel in het bal wat specifieker geworden. We hebben zelfs een algemene zorgplicht en een specifieke zorgplicht. En de specifieke zorgplicht, dat gaat dusdanig ver dat, wat ik ook opgeschreven heb, is dat degene die de milieubelastende activiteit verricht en weet dat die activiteit belastend kan zijn, die moet er alles aan doen om te voorkomen dat de milieubelasting ontstaat. En er staat dus niet omschreven wat dat alles is, maar het is wel duidelijk op het moment dat jij BBT-techniek gebruikt, dat je daar aan invulling hebt gegeven. Ja. Oké. Ik zie ook nog een vraag tussendoor. Ik weet niet of het op het ene slaat of op het ander. Maar mag ik dan ook een tweedehands tank plaatsen? Aanschaffen en plaatsen, deelgebied D? Michael, denk ik. Daar heeft Jordi al gereageerd, volgens mij. Is dat de reactie van Jordi? Sorry, ja, oké. Okay. Ja. En wel verplicht vanuit Arbo. Ja. Dat is denk ik wel een nuttige toevoeging. Ik denk, volgens mij is dat Erik van der Heijden. Ja. Mm-hmm. Die zegt dat hoewel er straks niet meer een certificatieplicht is vanuit het BAL, is het wel dat het vanuit de Arbo-clausule in de PGS, dat het nog wel de meest logische plek is. De borging in de wet. Ja. Dat is wat zo'n opmerking die boven ook maakte, denk ik. Ja, oké. Okay. Ik wil daar nog wel heel even kort op inhaken. Tot die tweedehands tank. Als je als gecertificeerde installateur 7800 een tweedehands tank wilt plaatsen, dan kom je sowieso met het herclassificatietraject krijg je te maken. Als je de installatie onder certificaat wilt plaatsen, natuurlijk. Dus dat staat los van of je nu tweedehands of nieuw is. Je zult aan moeten tonen dat dat product gebruikt mag worden in de installatie. Ja. Er komt nog een vraag voorbij, ook weer van John. Hè? Als een klant een nieuwe tank wil en ik kom met een ambtenaar overeen dat er geen installatiecertificaat nodig is. En dat heeft hij dan ook zwart op wit. Hè? Kan hij dat dan, zonder zelf gecertificeerd te zijn? Nou ja, als ervan uitgaande dat een tank een bovengrondse tank is. Voor die PGS-klasse waar diesel bijvoorbeeld in ondervalt. Niet voor benzine, maar voor de andere klassen. In die klasse die we boven noemen. Met bovengronds leidingwerk. Dan is straks geen certificatieplicht meer. Dus dan zou men in theorie zonder certificaat of zonder gecertificeerd zijn een tank te mogen plaatsen. Ja. Dat klopt. Ja. Maar de vraag is of we dat willen met z'n allen. Ja, hij verbijzondert het nu nog. Hè. Hij zegt, ik heb het inderdaad over bovengrondse tanks en dan met name die in de landbouw gebruikt worden. Hè. Dat soort tanks. Dus, en dan ga ik er even vanuit, dat vul ik dan aan zonder leidingwerk. Hè. En dan is het antwoord ja, maar je moet het niet willen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Oké. Goed. Onderwijl zie ik dat het 4:06 geworden is. Dat we nog zo links en rechts wat opmerkingen krijgen. Het gaat met name nu even over de kosten. Ja, dat snap ik, dat herken ik. Ik denk dat we gelet op de presentatie en het feit dat we een beetje uitgelopen zijn, ook een beetje naar een eind willen gaan. We hadden een uur gepland en dat hebben we inmiddels ruim volgemaakt. Mochten er nog vragen zijn of mochten jullie nog vragen hebben, dan weten jullie ons te vinden. We hebben net ook al het e-mailadres even doorgegeven. En dat kan natuurlijk altijd. Je kunt altijd in conclave met een van ons. Gebruik die mogelijkheid ook. Voorlopig zien we de vragen en hebben we daar het antwoord op gegeven.
Ik denk dat het nuttig was om in dit uur te proberen jullie allemaal even weer op vlieghoogte te brengen als het gaat over de BRL K903 en vooral ook de 7800. Hè. Ik wil jullie in ieder geval hartelijk danken voor jullie aanwezigheid allemaal. En ik wil de sprekers bedanken voor het feit dat ze een mooie presentatie gemaakt hebben. Volgens mij zijn dit soort webinars in dit soort tijden heel prima om te doen en daarmee ook wel voor herhaling vatbaar. Dus waar mogelijk zullen we dat zeker proberen voor te zetten. Ja, nog één opmerking van mijn kant. Ja. Ik zal zorgen dat het slide deck, dus de PowerPoint-presentatie, naar alle deelnemers wordt gestuurd. Mooi. En dit webinar zelf, dat wordt dan geplaatst op de SIK Beter-site. Maar daar komt nog een redactionele slag overheen met een intro en outro. Maar dat zal ook wel gemeld worden wanneer dit online is. Wanneer het zover is, ja. Ja. Goed zo. Oké, dan wens ik jullie allemaal een fijne middag nog. En dank voor jullie aandacht.